Vandaag hebben we een top 10 voor jullie, dames en heren. Want we hebben vandaag de top 10. De top 10 rijkste mensen ter wereld. We gaan gelijk beginnen. Dames en heren, op de nummer 10 staat Larry Ellison. Of Ellison, ik weet het niet. Pas bij de top 5 komen er plaatjes in beeld van de mensen. Want ik heb voor deze opnames heb ik al alles bij elkaar gehaald en alles uitgetypt. Daarom omdat ik onze werktelefoon bij me heb en daarop staat alles erop en eraan. En pas bij de top 5 beginnen echt de plaatjes ook erop. Dus dames en heren, Larry Ellison. Want deze vrouw, denk ik, dat het is. Ik weet zelf eigenlijk ook niet wie het is überhaupt, of het een man of een vrouw is. Maar diegene heb op zijn of haar bankrekening $80 miljard staan. Dat is heel veel, dames en heren. Dan gaan we gelijk door naar de nummer 9. En dat is... Ja, dames en heren, de nummer 9. Dat is Sergey Brin. En deze, ik denk dat het een man is, want deze man of vrouw, die heeft $81 miljard op zijn of haar bankrekening staan, dames en heren. En daarvan kan je wel hele leuke dingetjes gaan kopen. Zoals een Lambo bijvoorbeeld, of een heel mooi huis. Je weet het niet, dames en heren. Gaan we door naar nummer 8. Ja, dames en heren, op de nummer 8 staat weer een Larry, namelijk Larry Page. Larry Page, ik versprak me zo erg, jongens. Oké, maar deze vrouw denk ik dat het is. Maar ik denk bij deze wel een man. Dat deze man of vrouw wel $83 miljard dollar op haar bankrekening heeft staan. Of zijn bankrekening. Ik weet het eigenlijk allemaal niet eens meer. Oké, dames en heren, we gaan naar de nummer 7. Ja, dames en heren, want op de nummer 7 staat Warren Buffett. En ik denk dat dit een Italiaan is. Want deze man heeft namelijk $88 miljard staan op zijn bankrekening of haar bankrekening. Dan gaan we naar de nummer 6. Ja, dames en heren, op de nummer 6 staat Steve Ballmer. En ik denk dat dit geen vrouw is, maar een man. Oh, wat gebeurt hier allemaal? Oké. Maar deze man heeft echt een heel mooi getal op zijn bankrekening staan. Namelijk $100 miljard. Dames en heren, zo wat gebeurt daar. Dames en heren, zo wat gebeurt daar. Want dames en heren, deze man heeft gewoon een heel mooi rondgetal op zijn bankrekening staan. Niet zijn of haar, het is gewoon zijn bankrekening, want het staat gewoon Steve. Want, ja, 100 miljard, heel mooi rondgetal zo. Gaan we nu door naar de nummer 5. Ja, dames en heren, op de nummer 5. En nu komen dus plaatjes in beeld. Want de man, Gautam Adani, hier zien jullie hem, dames en heren, heeft namelijk $116 miljard staan op zijn bankrekening. Ik denk dat het een zijn is. Zo niet, het is de vrouw, maar alsnog. Geen enkel idee. Maar dames en heren, nu komt die hoor. De top 4. Want op de nummer 4 staat... Ja, dames en heren, de nummer 4. En op deze staat Bill Gates, dames en heren. Jullie kennen hem wel. De topman van Microsoft. Die heel veel uitgevonden. Bijvoorbeeld de gamers onder ons kennen wel Xbox. Xbox? Wat de heck? Oké, dus Xbox heeft hij uitgevonden. Maar ook, dames en heren, de man die Windows heeft uitgevonden. En voor de echt fanatieke computergebruikers. Ik gebruik zelf ook Windows. Want dat is echt een heel mooi systeem. Voor als je computers gebruikt. Daar kan je ook heel mooi hele leuke dingetjes ook extra nog in doen. Maar dames en heren, Bill Gates, hier zien jullie hem, de topman van Microsoft. Dan gaan we nu door naar de nummer 3. Ja, dames en heren, op de nummer 3 staat Bernard Arnold. Hier zo, zien jullie hem weer. En deze man heeft een geschatte waarde, ik zeg maar geschat, van $142 miljard, dames en heren. Dat is ook wel best wel veel. Best wel heel erg veel, dames en heren. Namelijk, hij verdient gewoon veel meer dan de topman
van Microsoft, Bill Gates. Dat was in het vorige punt. We gaan nu door naar de nummer 2. Let's go. Ja, dames en heren, op de nummer 2. Deze kennen echt wel de fanatieke shoppers, denk ik wel. Namelijk Jeff Bezos. Deze man was namelijk de baas, was, dames en heren, van Amazon. Hier zien jullie hem. Amazon.nl was hij de baas van was. Dus nu iemand anders geworden. Geen idee hoe diegene heet, maar dat is tenminste wel iemand anders geworden. Maar bijvoorbeeld ook onder andere van Blue Origin. Want dat is een ruimtebedrijf. En de volgende, dames en heren, de nummer 1. Die hebben ook wel wat met de ruimte te maken. Dus laten we maar snel doorgaan naar de nummer 1. Oké, ik weet eigenlijk niet waarvoor dat ding nodig was. Maar dames en heren, de nummer 1. Ja, dames en heren, de nummer 1. En dit is echt een man die bijna wel heel Nederland kent. En ik denk wel iedereen die dit kijkt en wel kent. Namelijk Elon Musk. Dames en heren. Kennen we hem, dames en heren, Elon Musk. Namelijk, hij heeft een geschatte waarde, dames en heren, van $161 miljard. En trouwens, ik kom er denk ik nu net achter. Ik weet niet of ik de geschatte waarde van Jeff Bezos heb verteld, maar voor, ik denk zelf dat ik het nog niet heb verteld, maar voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen, $183 miljard voor Jeff Bezos. Maar, dames en heren, Elon Musk. $261 miljard, dames en heren. Dat is heel erg veel. En volgens mij kennen jullie het wel van de Tesla's. En natuurlijk ook van SpaceX. Die nu aan het kijken is ook met de NASA. Om weer eens mensen op de maan te brengen, dames en heren. Dat is ook wel leuk. En ja, daar ben ik. Ik ga er zelf, als het mogelijk is, ga ik er zelf ook naar kijken. Als het ooit nog gaat gebeuren. Want ik vind zelf ook wel ruimte dingen heel interessant. Weten jullie ook nog niet van mij? Weer een terugblik op heel veel video's terug. Namelijk de top 10 dingen die jullie niet van mij wisten. Maar dames en heren, dan denk ik dat we nu naar de outro gaan. Dus als je deze video dan leuk vond, smash even op een duimpje omhoog. Abonneer zeker op dit kanaal. Ook zeker op onze andere kanalen zoals Jelle Shorts en Jelle Game. Daar gaan we ook weer heel erg lekker op. En op dit kanaal, dames en heren, op het moment dat we opnemen, komt er nog 1 abonnee. En dan zitten we op de 75 abonnees, dames en heren. Daar gaan we echt een hele lijpe livestream doen met giveaways. Ik weet zelf eigenlijk niet of we een giveaway gaan doen, maar dames en heren, ik denk, hier zo even toestaan aan de pauze. Want dames en heren, we hebben ook weer een winactie, dames en heren. Ik wil eventjes een winactie time weer erin gaan roepen. Want dames en heren, en dat hebben we ook bij de vorige top 10 aangekondigd, de top 10. Populaire shorts op Jena shorts. Dus als je die dan nog niet hebt gezien, ga zeker even naar dit kanaal en dan kan je hem bekijken. Ook in de playlist van de top 10's. Dat heb ik eigenlijk echt nog nooit gezegd, dat we gewoon een playlist hebben voor de top 10's. Maar goed, dames en heren. De winactie, dames en heren. Dat is in de vorige top 10 hebben we die al aangekondigd. Maar ik doe het nog een keertje omdat het echt een hele, hele, hele tof winactie is. Namelijk, wil je een plekje winnen in onze nieuwste video, ik weet niet of het nieuws is, maar voor een nieuwe video, stuur dan zeker een mailtje naar hier zit ons staan, adres in beeld en ook in de beschrijving staat die. Om dan dus deel te kunnen nemen aan de winactie, een plekje in een van onze nieuwste video's. Op dit kanaal, het is geen team, geen game video, geen short. Het is gewoon een dinsdag video. Maar wat we dan nog gaan doen, dat zeg ik nog niet. Maar ik weet het zelf eigenlijk ook gewoon nog niet. Heel erg zeker. Maar de plannen die rollen al een klein beetje door. Maar dames en heren, hieronder nog een keer in beeld. Volgens mij staat hij al een hele tijd in beeld. Maar zo niet, dan nog een keer hieronder in beeld het e-mailadres voor de winactie. En dan ga ik verder met mijn outro. Dus winactietijd mag er weer uit editeren. Ja, dankjewel. Waarom staat hij zo nog? Oké, ja, hij is weg. Oké, helemaal goed. Maar goed, dames en heren, ik ga nu verder met mijn outrotje. Dit is heel erg gegarandeerd. Maar ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, doe dat dan zeker. Ook zeker abonneer op onze andere kanaal, zoals Jelle Shorts en Jelle Gaming. Daar gaan we heerlijk op. Gaan we weer gewoon dingen doen. Vooral op Jelle Gaming ga ik weer mee beginnen. Ook met Niels natuurlijk samen. Volg ons op Instagram.
Volg ons op Spotify. Dat is echt niet.